tellen poep, prakker, een kneder en een hakker met mijn handen in de poep. Maak ik een gore troep. Ik ben een poepprakker, een kneder en een hakker met mijn handen in de poep. Maak ik een gore troep. Poepen moet je prakken met je handen. Je nagels krijgen vieze bruine randen. Tussen je vingers lekker kneden. Poep bestaat alleen maar om die reden. Poepprakker, een kneder in een hakker met mijn handen in de poep. Maak ik een gore troep. Ik ben een poepprakker, een kneder in een hakker met mijn handen in de poep. Maak ik een gore troep. Gebruik voor het prakken verse drollen. Laat die lekker tussen je handen rollen. Begin er dan zachtjes in te drukken. Het is even oefenen, maar het zal je zeker lukken. Af en toe moet je dan even ruiken, of je de gebruikte poep al kan gebruiken. Maak er dan hele mooie rondjes van, stop ze in een oven of een koekenpan. Zoek daarna een nieuwe keutel, in de vorm van een hartje of een sleutel. Het maakt voor het prakken niet veel uit, een warme drol voelt zo lekker aan je huid. Ik ben een poepprakker, een kneder en een hakker met mijn handen in de poep. Maak ik een gore troep. Ik ben een poepprakker, een kneder en een hakker met mijn handen in de poep. Maak ik een gore troep.